Ja, vrienden, ja. Hoe ongemakkelijk kan het worden in het leven? Ja, jullie hebben het ook gezien natuurlijk, hè? Bij Vandaag Inside. Ja, want dit was werkelijk de ernstige, overtreffende trap van ongemakkelijk. Dat hebben we daar gezien. Ja, want er zijn twee werelden die daar op elkaar botsen en die ook van elkaar wel eigenlijk weten, het klopt niet wat we doen, maar we doen het toch maar. Zo'n soort van heel spannend vreemd gaan, dat weet je wel. En die doen het dan toch. Ja, want je hebt aan de ene kant, zeg maar, die Hugo de Jonge, hè, want daar hebben we het dan over, die Hugo de Jonge die daar gaat zitten en die weet, ik moet daar eigenlijk niet naartoe gaan. En die zit daar dan. En, ja, maar die wil oh zo graag die aandacht, toch? Weet je wel, voor die verkiezingen. En die kan het niet laten om toch maar naar Vandaag Inside te gaan. Ja, en Vandaag Inside, die weten ook van, ja, wij moeten dat eigenlijk niet doen. Hè, met politici. Maar ja, weet je, ja, dat geeft ons dan toch meer het programma of zo. Geeft het toch meer allure van, kijk ons eens, we krijgen ook de grote jongens uit de politiek binnen. Weet je wel, die. Ja. En die twee werelden, dat was aan de gang. En dat ging enorm schuren, vrienden, in die uitzending. Ja. Die Hugo die daar zit, ineens tussen allemaal sekspraatjes vanuit het café. En die denkt, oh, die zag je kijken, oh, wat gebeurt hier allemaal? Waar ben ik nou in beland? Ja, maar ja, dat wist je natuurlijk van tevoren. Ja, en aan de andere kant zit daar dan... Ja, onze Johan, de Johan, ja. Maar die Johan, die... Ja, die dynamiek van die tafel, die is dan ook helemaal anders als er ineens zo'n man zit. Ja, hè? Want ja, dat is eigenlijk een soort van, ja, je hebt dat soort mensen dan wel aangepakt. En die zeggen dan ineens, oh ja, zeg het dan maar eens in mijn gezicht dan. Nou, hè? Nou, kom op dan. Zeg het dan maar een keer. Nou, toe. En dan wordt het al de helft minder, hè, vrienden, meestal, ja. Nou, zeg het dan. Nou ja, dat. En dat zien we dus bij de Johan nu ook gebeuren. Want de Johan, die gaat dan wel tekeer tegen de Hugo over Wopke. Ja, maar Wopke zit daar niet. Nee, je moet het over de Hugo aanpakken. Maar dat gaat die Johan verandert ook door die hele samenstelling aan die tafel. En het hele programma wordt daardoor anders. En het is alleen maar, Johan is ongemakkelijk en die Hugo is zwaar ongemakkelijk. En het hoort daar helemaal niet bij elkaar te zitten. Dus vrienden, en dan moet de markt nog komen. Nou ja, vrienden, mijn conclusie is gewoon heel simpel. Geen politici in Vandaag Inside.